Glennis Grace lijkt de laatste tijd niet meer weg te slaan uit de studio van Jeroen Pauw. Deze maand is ze al voor de tweede keer te gast geweest in zijn talkshow Barlaat. Het roept vragen op, heeft Jeroen misschien een bijzondere interesse in haar? Wat de exacte reden ook is, één ding is duidelijk, Pauw lijkt actief mee te werken aan de rehabilitatie van de zangeres, die sinds het Jumbo-incident flink wat reputatieschade heeft opgelopen. Glennis mocht gisteren opnieuw aanschuiven aan tafel... Dit keer om te praten over haar band met de inmiddels overleden volkszanger André Hazes. Het is de tweede keer in korte tijd dat Glennis in de talkshow verschijnt. Bij haar eerste bezoek ging het vooral over haar Whitney Houston tributenconcert, maar nu werd haar gevraagd om een liedje van Hazes te zingen ter ere van zijn sterfdag. In Barlaat zingt elke avond iemand anders een nummer van de geliefde volkszanger. Ditmaal was het dus de beurt aan Glennis, die zelf ook jarenlang in Vinkenveen heeft gewoond, net als Hazes. Ze vertelt dat ze hem regelmatig tegenkwam in zijn stamkroeg, André zat daar af en toe, in een hoekje, helemaal in zijn eentje. Volgens Glennis waren hun ontmoetingen altijd vriendelijk. Hij maakte soms een praatje met me en gaf me advies over mijn carrière. Hij kende me al sinds ik een klein meisje was. Ik vond die gesprekken altijd heel waardevol, vertelt ze. Op de vraag van Jeroen Pauw of die ontmoetingen soms ongemakkelijk waren, antwoordt ze dat ze dat nooit zo heeft ervaren. Tegen mij was hij altijd heel lief en aardig. Natuurlijk ken ik de verhalen, maar ik heb dat nooit persoonlijk meegemaakt, voegt ze eraan toe, verwijzend naar de wilde verhalen die de ronde doen over Hazes grillige karakter. De opvallende aanwezigheid van Glennis Grace in Barlaat valt ook de kijkers op. Veel mensen vragen zich af waarom Pau haar steeds opnieuw uitnodigt. Op sociale media gaan de speculaties dan ook los. Zo merkt een kijker op, de kenselpolitie lijkt besloten te hebben dat Glennis Grace lang genoeg op het strafbankje heeft gezeten. Prima. Maar moet ze dan een gevoelig lied zo hard zingen? Anderen zijn nog kritischer. Jeroen Pauw geeft een slecht signaal af door iemand met asociaal gedrag een podium te geven, klinkt het vanuit de hoek van de kritiek. De vraag of Pauw wellicht een oogje op Lenners heeft, komt ook voorbij. Ze zit wel erg vaak aan tafel. Heeft hij een speciale reden om haar steeds uit te nodigen? Vraagt iemand zich af. En het is niet de enige kritische noot. Veel kijkers lijken haar aanwezigheid inmiddels beu te zijn. Alweer Glennis Grace? Het lijkt wel alsof BNNVARA haar ons door de strot probeert te duwen, moppert een andere kijker op social media. Ongelooflijk, daar is ze weer bij Barlaat. Tijd om weg te zappen, klinkt het vanuit een andere hoek. Of de keuze van Jeroen Pauw om Glennis Grace regelmatig in zijn show te hebben een bewuste poging is om haar publieke imago op te poetsen, blijft onduidelijk. Feit is wel dat haar herhaalde verschijning niet onopgemerkt blijft en zowel voorstanders als critici haar aanwezigheid steeds meer bespreken. De vraag blijft of dit haar carrière ten goede zal komen of juist meer weerstand zal oproepen bij het kijkerspubliek.